Al 35 jaar maakt Vincent Bijlo cabaret, liedjes, podcasts en boeken. Reden voor de jubileumvoorstelling Laat dat nou maar aan mij over. De Koornbeurs in Franeker had de Friese première. Inclusiviteit is de rode draad in Bijlo's werk, die blind is geboren. Ja, inclusiviteit, dat klinkt een beetje als een open deur. Maar dat is in mijn geval is dat natuurlijk wel wat. En wie is beperkt en wie is niet beperkt en hoe maken wij dat uit? Maar er zijn ook anno 2023 nog heel veel mensen die vrijwel nooit een blinde hebben gezien. En dat vind ik in deze tijden toch wel jammer. Want je moet natuurlijk wel toe naar dat we steeds gemengder worden. In de show wil hij ziende een spiegel voorhouden. Naast cabaret brengt Bijlo ook liedjes ten gehore waarbij hij zichzelf begeleidt op een handpan. Dat gaat het in deze show ook wel over de enorme obsessie met buitenkant. Met je gefeunde haar zit altijd top. Zie je niet uit welk detail je kijkt? Waarom blaas jij je ik dat ego op? Waarom blaas jij je ik dat ego op? In plaats van het beoordelen van de buitenkant hoopt Bijlo dat mensen goed gaan zien. Ik denk dat eigenlijk de kern daarvan is dat je elkaar echt goed ziet. En dat je echt heel erg goed ziet wie de ander is. En dat je ook probeert om je op de een of andere manier te verplaatsen in zijn of haar wereld. En dat zien moet dan leiden tot een inclusievere samenleving. De boodschap waar we uiteindelijk op uitkomen, dat is wel dat inderdaad. Dat je die ogen moet gebruiken waarvoor ze zijn. En niet om te kijken, maar om echt te zien. Zal je dood toch maar zijn.